de microfoon is dan. En vertel eens wat van het kraakpand en waarom jij bent gevraagd hierheen. Nou, dit pand is op zaterdag 2 weken geleden gekraakt. En het stond al heel lang leeg, iets van, hoe lang? 7 of 11 jaar? Iets van 11 jaar of zo. En na een half uur nadat het gekraakt was, ik was er niet bij de kraak zelf bij, ik kwam een uur later bij. En na een half uur nadat het gekraakt was, is de huisbaas gekomen met de knokploeg. En die heeft gas gespoten en de winnen probeert wat te komen. Wat heeft die? Die heeft chloorgas gespoten. Ja. En die is proberen naar binnen te komen met wat? Een houweel of zoiets? Met mokers, staven en stokken. Dus ze hebben alle ruit ingegooid. Was jij erbij? Nee, ik kwam net daarna aan. En dan, toen ik daar aankwam, hebben ze nog 2 keer gas gespoten. Hoe heet je wat? Hebben ze nog 2 keer gas gespoten. Ja. En die dag is het eigenlijk, daarna vanaf toen is er niks meer gebeurd. Waar? Maar vanaf toen is er niks meer gebeurd. Ah ja. En waarom wordt het gekraakt, jongens? Omdat het al heel lang leeg staat. Ja. Omdat het, woningnood is. Er is woningnood, ontzettend veel woningnood. Dus, ja. Daar wordt het gekraakt. En wat doe jij er zo al? Posten en barricaderen. En, ja. Ook slapen natuurlijk. Ja. En wat gaat er in de toekomst mee gebeuren met het pand? Nou, we blijven erin en we gaan er wonen. Het is momenteel nog heel erg koud, omdat er nog niks van verwarming aangelegd is ofzo. En er zitten nog geen deuren in de kamers. Ah, je hebt een klein kacheltje. Ja, ik heb nu een klein kacheltje van jou gehad. En kamer beter zien, ja. Ja, wacht even, ik moet even hier. En voor de rest valt het wel mee. Het is ook nogal vochtig in het gebouw. Ja. Ben je bang? op het moment niet zo erg, maar... Morgen is het zondag en dan is het ultimatum afgelopen wat die man gesteld had. Ja. Mag ik weer even gaan zitten? Ja. En dan wordt het dus weer spannend en weten we ook niet precies wat er gaat gebeuren. Ah ja. Maar ben je blij dat je het gedaan hebt? Ja, natuurlijk. Ah ja? Ja. Ah wel. Waarom? Omdat het heel belangrijk is, omdat het een heel belangrijk pand is dat het gepaard wordt. Ja. En dat ik graag een kamer wil hebben natuurlijk al heel lang. Ja, dat is Daan. Op zijn instituut, op de dagopvang op de Prinsengracht in Amsterdam, waar kinderen die het op school niet hebben kunnen uithouden, met ze gewerkt wordt om te kijken of ze toch weer willen gaan studeren of een vak willen gaan leren. En Daan heeft het ook, is van de ene school na de andere afgegaan en zelfs afgestuurd, omdat hij te eigenzinnig is en niet wil doen wat ze hem zeggen. Hij wil niet leren wat die school hem opdraagt, wil hij zelf bepalen. Nou, hij is echt een schat van die jongen, er zit geen kwaad bij, maar... want hij doet absoluut geen kwaaie of gemene dingen, maar... Werken, studeren, hou maar. Ja, muziek, hè, daar is hij nou mee bezig. Drummen. En men denkt, en ik denk ook dat hij daar hartstikke goed in is. Maar ik en Gerda, zijn moeder, en iedereen die van hem houdt en die met hem bezig is, die krijgt toch wel de zenuwen en de paniek van, wat moet er ooit van worden? Thank you.